Ja, jongens, welkom bij weer een nieuwe video en ik ben dol enthousiast en ik denk dat je al wel misschien aan de titel hebt gezien waarom en anders staat hij hier voor me en dat is de GeForce RTX 3080 van Gigabyte, de gaming OC versie daarvan. En ik wil heel even een speciale shout-out geven aan Sander83. Sander83 uit onze community. Die had er eentje voor mij gefixt en hij zei van, hey man, ik heb er eentje kunnen bemachtigen. Wil je hem hebben? Hij is hem zelfs komen brengen in Amsterdam, want toevallig werkt hij in de buurt. En ja, ik kom mijn geluk natuurlijk niet op. Want zoals sommigen van jullie misschien wel weten, heb ik in totaal 3 kaarten in bestelling gehad. Ik heb de Asus ROG Strix. Qua model had ik het non-OC model had ik in bestelling staan. 2 keer zelfs. 1 keertje bij mijn gecko en de andere bij Amazon. En ik had nog een MSC Gaming X Trio. Maar geen van al die kaarten zijn nog binnengekomen. En dus moest ik daar helaas op wachten. En je kent me misschien wel. Ik ben veel te ongeduldig voor dat soort dingen. Dus ik heb ervoor gekozen om toch voor deze kaart te gaan. Had er ook onder andere mee te maken dat de Asus ROG Strix non-OC model naar verluid nog niet eens in productie is genomen. Alleen het fabrieksoverklok model is in productie wat dat betreft. En ik had geen zin om daarop te wachten, weet je wel. Next Gen is hier. Ik zie iedereen om me heen. Nou, niet iedereen om me heen, want het is bijzonder moeilijk te krijgen. Maar ik zie al wat mensen om me heen met de RTX 3080 en ja, weet je, daar word ik helemaal gek van. Dus we zijn voor deze gaan. Ik heb de reviews bekeken in eerste instantie. Er staan genoeg reviews van online en als ik het een beetje kort mag samenvatten, valt deze een beetje tussen het Asus TUF model in TUF en de MSC Gaming X Trio. De MSC Gaming X Trio zou ietsje stiller zijn nog dan deze. Maar het zal eigenlijk allemaal niet zo heel erg veel verschillen met elkaar. Ze zijn zeer vergelijkbaar. Ik heb hier €819 voor betaald. Dat is gelukkig niet de jackpot. Want we zien op dit moment best wel veel kaarten voor een belachelijke prijs over de toonbank gaan. Dat krijg je natuurlijk met schaarste. Sommige winkels maken daar enorm misbruik van. Andere houden het gelukkig iets eerlijker. Laten we hem gewoon unboxen. Hier staat trouwens mijn PC. Een van de dingetjes waar ik al gelijk wel tegenaan ben gelopen, is dat ik deze niet verticaal kan monteren in mijn desktop. Ik had daar een riser card voor. Mijn vorige videokaart heeft daar ook verticaal in gemonteerd gestaan. Alleen dat past niet, want, en dat zul je denk ik zo wel gelijk gaan zien. Dit is een grote jongen wat dat betreft. Weer hier de doos. De Gigabyte doos, niet al te bijzonder, gewoon een zwart omhulsel met uiteraard wat documentatie daarin. En dat is belangrijk, want hier zit het garantiecertificaat in en Gigabyte geeft 4 jaar garantie op hun GPU's. Alleen moet je je daarvoor wel registreren, daarvoor staat alle informatie op deze flyer. 4 jaar, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Maar laten we naar de pièce de résistance gaan. En dat is natuurlijk deze kaart. Ik probeer heel voorzichtig te zijn. Er zit verder niets in. Op de kaart na, uiteraard. En dit is altijd het mooiste moment. Wanneer je nieuwe hardware voor het eerst... Oh, hij zit er half doorheen. Waar je nieuwe hardware voor het eerst... uit het plastic haalt. En dit is hem, jongens. De Gigabyte RTX 3080 Gaming OC. Het OC-model dus. Vanuit de briek overgeklokt. Dat betekent niet dat je zelf niet ook nog wat overklokking kan gaan doen wat dat betreft. Ik ga er niet meteen in duiken. Dat komt allemaal later wel. Ik heb ook wat benchmarks van deze kaart opgenomen. Zodat jullie misschien een idee hebben wat je kunt verwachten als je deze zo out of the box in je PC stopt. En laten we gelijk even kijken. Want ik had een tijd terug gelijk iets met dit model waarvan ik zoiets had... Ik vind hem niet heel erg mooi eruit zien. En dat heeft alles met deze cut-out te maken. Ik zal heel even uitleggen waarom die cut-out er zit. Dat is geen designkeuze vanwege het feit dat Gigabyte dit cosmetisch erg mooi vindt. Nee, het heeft er simpelweg mee te maken. Gigabyte heeft voor een kostenbesparing gekozen. Waarbij ze voor de RTX 3090 en de RTX 3080
exact dezelfde body hebben gebruikt en de RTX 3090 kan gebruik maken van SLI. Wij gaan dat uiteraard niet doen, de RTX 3080 heeft dat ook niet, maar deze uitsparing is dus voor SLI. Jammer, want het ziet er een beetje gek uit op deze kaart, maar het mag eigenlijk de pret niet drukken. Een metalen backplate, zoals je hier kunt zien. Het ziet er eigenlijk gewoon prima uit. Weinig over te zeggen wat dat betreft. Maar laten we vooral heel even hier naar de achterkant gaan. Want dit zijn een van de belangrijke dingen bij deze nieuwe RTX 3080 kaarten. De I.O. zoals je hem hier kan zien. Er zitten 3 DisplayPort connectoren op DisplayPort 1.4a. En er zitten 2 HDMI 2.1 HDMI stekkers aan. En nu heb je zoiets waarschijnlijk van HDMI 2.1. Daar heb ik echt veel over gehoord met betrekking tot Next Gen, PlayStation 5, Xbox Series X. Die maken daar bijvoorbeeld allebei gebruik van. Mijn LG C9 die hierachter staat, die heeft ook 4 HDMI 2.1 aansluitingen. En wat wil HDMI 2.1 nou zeggen? Dat is een aansluiting die het mogelijk maakt om 4K 120 Hz te weggeven op je tv. Of 8K 60 Hz. Nou, 8K is voor mij niet zo heel erg interessant. Ik denk voor jou ook niet. Dat zie je echt pas bij hele hoge schermgroottes. Hele grote schermgroottes, sorry moet ik zeggen. Dus dat is niet zo heel erg interessant. Maar 4K 120 wel. En dat heeft voornamelijk ook te maken wanneer we naar de benchmarks gaan kijken. Dat helemaal niet zo'n gek idee is wat dat betreft. Dit is de kaart. Het is een big boy zoals ik al eerder zei. Als we hem heel even vergelijken met mijn originele kaart. Wacht even, dan pak ik die heel even zo erbij. Dit is de kaart die erin zat. Dit is de MSI Aero GTX 1080. Ook het OC model. Ik denk dat ik deze zo'n 3 jaar geleden heb gekocht. Ontzettend blij mee. Served me well. Ik heb al mijn streams tot aan nu toe gewoon gedraaid op deze kaart, want ik heb een enkel systeem. Ik doe niet aan een dual streaming setup. Ik doe alles op een enkele PC. En daar heeft deze kaart zorg voor gedragen. En dat heeft hij gewoon uitstekend gedaan. Ik ga nog even kijken wat ik hiermee ga doen. Ik zit erover te denken om een tweede PC te bouwen. Om die hier in mijn woonkamer te zetten bijvoorbeeld. Daar zou ik deze bij kunnen gebruiken. Want weet je, het is een GTX 1080. Dus hij is al iets wat verouderd. Maar hier kan je nog steeds alle games van vandaag de dag mee spelen, inclusief Cyberpunk 2077. Dus ik denk dat ik deze gewoon ga bewaren. Ik hou ze heel even naast elkaar. Je ziet, hij is dus een stuk groter. En dat heb ik ook gelijk gemerkt hier wanneer ik hem inbouw in mijn PC. Want dit is de H510 Elite Case. En die case, hij past echt maar net. Ik heb daar een AIO waterkoeling oplossing in zitten. De NZXT X62. Kraken X62 als ik me niet vergis. Dat is volgens mij het type nummer wat ik erin heb zitten. Dus er zit een radiator voor. En nou, ik zweer het je. Ik denk dat er net nog geen centimeter tussen zit. Tussen deze kaart en de radiator. Een ander ding daarbij is natuurlijk, wat ik al zei, ik kan hem niet verticaal monteren, want het is een thick boy, zoals je hier kunt zien. Hij is een stuk dikker dan bijvoorbeeld mijn vorige kaart, als we die heel even zo naast elkaar houden. Hij is echt een heel stuk dikker en dat heb ik ook meteen gemerkt wat betreft PCI slots. Want mijn extra USB 3.0 PCI slot, die moest gewoon eentje omlaag, omdat die gewoon anders niet erin past. En dit stuk plastic komt gewoon tegen het glas aan wanneer ik hem verticaal probeer te monteren. Dus helaas hebben we die optie aan mij voorbij moeten laten gaan. Is misschien niet heel erg, omdat we, ja, dit zijn 3 fans die dan heel dicht tegen het glas aan zitten, waardoor die mogelijk wat moeilijker frisse lucht kan gaan aanzuigen. Nou, HDMI 2.1 is ontzettend belangrijk om gebruik te maken van de nieuwe generatie tv's. Want die ondersteunen onder andere ook bijvoorbeeld G-Sync en wat ik al zei. Als we bijvoorbeeld gaan kijken naar de benchmarks, die heb ik hier. En ik heb gewoon wat benchmarks opgenomen van games. Die ik op mijn tv of die ik op mijn pc al geïnstalleerd had staan. Sommige omdat ik een review moest doen. Andere omdat ze notorious zijn. Omdat ze niet heel erg goed geoptimaliseerd zijn. Maar dan kunnen we goed vergelijken ongeveer wat we daarmee kunnen gaan verwachten. En de allereerste game die ik daarmee heb gecheckt is Watch Dogs Legion. Watch Dogs Legion is natuurlijk net uitgekomen. De open wereld game, sandbox game van Ubisoft. Watch Dogs.
En Watch Dogs is een pittige titel om te gaan draaien. En dat zullen we ook meteen zien in de benchmarks wanneer we ernaar gaan kijken. Ik heb alles op ultra settings gedraaid op een ultra wide resolutie van 3440 bij 1440. Dat geldt voor al deze benchmarks. Dus dan weet je dat in elk geval. Dus geen 4K benchmarks, 3440 bij 1440. Dat is de manier waarop ik speel. Misschien jij ook. Wil je 4K benchmarks, dan zullen die meer dan genoeg ook te vinden zijn op het internet. Maar als we dan kijken naar average FPS, dan zitten we op zo'n 65 FPS met ultra settings, max FPS is 99. En de 1% low FPS zit dan op 51. Dat zijn dus 3440 bij 1440 ultra settings. Maar voegen we daar bijvoorbeeld DLSS aan toe, want dat zijn een van de technieken die deze kaart ondersteunt, waar ik bijzonder enthousiast over ben. Want het zorgt er gewoon voor dat de game native op een lage resolutie gerenderd wordt. En dat een AI, via AI machine learning, dat het verschil tussen render resolution en uiteindelijk de output resolution opgevuld wordt door die AI machine learning. En dat het verschil bijna niet met het blote oog te zien is. En ik zeg er wel bij bijna, want daar kom ik later wat nog op terug. En als we DLSS aanzetten met die ultra settings, dan zien we in één keer een flinke bump wat betreft performance. Want average FPS is gestegen naar 74 FPS. Dus bijna 10 FPS meer dus. Max FPS is 113 en de 1% low FPS is 54. Dus dat is een flinke performance game. Dat is de quality DLSS mode. Er is ook nog een ultra performance DLSS mode. Maar om heel eerlijk te zijn, ik vind dat niet fijn om naar te kijken. Ik wil altijd quality DLSS en dan ziet het er gewoon nog steeds aardig uit. En dan zitten we dus op 74 FPS. De game heeft ook nog raytracing natuurlijk. Raytracing bijzonder zwaar. Het is natuurlijk geïntroduceerd bij de Turing-kaarten die vorig jaar, net anderhalf jaar geleden zijn uitgekomen. Ongeveer 2 jaar geleden, I don't know. Maar daar werd de feature geïntroduceerd. Draaide nog niet zo heel erg lekker op die eerste generatie kaarten. Dit is de tweede generatie en we zien dat het daar al gelijk een heel stuk beter draait. En als we dan ultra settings, DLSS en raytracing op ultra zetten, want je hebt verschillende settings van raytracing, medium, high en ultra. Dan kijken we naar een average FPS van 56 en een max FPS van 77 en een 1% low FPS van 44. Even ter vergelijking, ga je Watch Dogs Legion op de next gen spelen met raytracing aan, dan tik je daar max 30 FPS aan. Dat is hoe Ubisoft die game voor de next gen heeft geoptimaliseerd. Dus wil je toch tegen de 60 FPS aanzitten, en daar kan je natuurlijk wat tweaken met ultra settings en DLSS, dan moet dat 100% gaan lukken met deze kaart. Gaan we door naar de volgende game. En dat is een game die ik natuurlijk heel erg veel speel. Elke zondagavond om 8 uur, mocht je het nog niet weten, racen we online een F1 kampioenschap. Mocht je mee willen doen, dat doen we op de PC. Dan ben je gewoon van harte welkom. We zitten redelijk vol, maar eigenlijk elke avond is er altijd wel 1 plekje beschikbaar. Of soms zelfs 2, omdat iemand bijvoorbeeld niet kan. En dan hebben we hier F1 2020. Wederom ultra settings, de hoogste settings mogelijk wat dat betreft. 3440 bij 1440 resolutie. En als we dan kijken naar average FPS, dan zitten we op 148 FPS. Dat is precies wat je wil met een race game. Zeker met een race game zoals F1 2020. Want race games met een hoge FPS zorgen gewoon voor een veel betere beleving. En het gevoel van snelheid wordt dan veel beter overgedragen ook naar de gamer. Maximum FPS was 177 en de minimum FPS was 120 FPS. DLSS zit ook in F1 2020. Dat is wel belangrijk om te weten. DLSS moet echt geïmplementeerd worden door de developer in de game. Niet elke game heeft dat. Deze game heeft het later gekregen via een patch. Dat zou dus ook bij jouw favoriete game alsnog gaan kunnen. En als we dan DLSS aanzetten, dan zien we weer een flinke jump in performance. Want de average FPS is van 148 FPS naar 160 FPS gegaan. En de minimum FPS naar 127. En de maximum FPS van bijna 200, 196. En ja, dat is gewoon hartstikke bruut. Ik kan mijn scherm overklokken naar 160 Hz. En dat is een ideale beleving. Over DLSS gesproken dus. Dat er dus wel nog wat haken en ogen aan zitten. Want ondanks dat het verschil bijna niet te zien is met een native resolutie, vond ik dat bij deze titel toch wel het best duidelijk zichtbaar. Wanneer je DLSS aanzet, en dit is ook quality modus dus, is het beeld iets softer
dan een native resolutie. Het is niet alsof je een flinke stap omlaag zet in resolutie. Het is gewoon iets softer. Net alsof er iets zachtere aliasing overheen zit. Ik denk dat je daar het beste mee kan vergelijken. Maar een gemiddelde FPS is van 160 met ultra settings van 3440 bij 1440. Voor deze benchmark moet ik heel even Rudox bedanken. Rudox, dankjewel hiervoor. Jij hebt exact hetzelfde systeem als ik, een Ryzen 7 3700X met deze videokaart, dus de Gigabyte RTX 3080 Gaming OC. En hij heeft Shadow of the Tomb Raider, natuurlijk ook een favoriete titel die we vaak zien bij Digital Foundry, voor benchmarking. Die heeft hij gebenchmarkt op ultra settings, uiteraard 3440 bij 1440 ook. En dan zitten we op een average FPS van 84, dat is natuurlijk uitstekend, maar zit je daar dat is met DLSS, zonder DLSS zit hij op 72. Rudox had ze net in een andere volgorde online gezet. 72 FPS dus zonder DLSS, 84 FPS dus met DLSS. En als we dus over DLSS weer hebben, ik vind het bij deze titel minder hinderlijk wanneer je kijkt naar dat het beeld iets zachter is. Het valt bij deze titel wat minder op. Dan, The Division 2. The Division 2 is een game die ik ook redelijk veel gespeeld heb. Ik vond het best wel een toffe titel. En als we die game ook weer draaien, 3440 bij 1440 met ultra settings, dan halen we een average FPS van 92. Dat is natuurlijk hartstikke lekker. Ik ben zelf een gamer die over het algemeen niet gamet op ultra settings. Ik vind dat ultra settings vaak een showcase zijn voor de engine en wat het kan, maar dat het niet per se de beste manier van spelen is. Dus ik heb hem ook bijvoorbeeld heel even gebenchmarkt op high settings. Dat zijn waarschijnlijk de settings waar ik op zou spelen. En als je dan de Division 2 op high settings zet, dan tik je gelijk een average FPS aan van 120. En dat is toch wel heel erg lekker. Dan de laatste game die ik heb gebenchmarkt. En dat is een game, dat is een van die games waar ik het al eerder over had, die redelijk notorious is wat betreft performance. Hij is in de afgelopen maanden toch wel gepatcht dat hij wat beter draait op nieuwe hardware. En dat zien we ook gelijk terug, want ik ben best wel verbaasd over het eindresultaat. Zeker omdat ik de horrorverhalen absoluut nog niet vergeten ben. Maar ik heb het hier over Ghost Recon Breakpoint. Wederom 3440 bij 1440. Het voelt bijna een beetje onnodig om dat nog erbij te zeggen. In de ultimate settings, dus niet de high, very high, ultra, nee, de ultimate settings. En daar halen we een average FPS van 76. En dat is een A-score volgens de game. 76, dat is natuurlijk hartstikke netjes voor een game zoals Ghost Recon Breakpoint. Ik zou hem zelf gewoon op high spelen, waardoor je nog veel, veel hoger zit in de gemiddelde FPS. Ik had heel kort heel even benchmark gedraaid, niet opgeslagen. Maar ik dacht dat ik daarbij zoiets op de 100, 110 FPS zat wanneer ik die game zat te spelen. Jongens, dit zijn dus benchmarks zonder manual overclocking. En ik wilde dat nog heel even met jullie delen. Laten we heel snel even langs de specs gaan. Ben ik vergeten, hadden we heel even op het begin moeten doen. Maar we hebben het hier dus over de Gigabyte RTX 3080 Gaming OC. Met een core clock speed van 1800 MHz. Als we kijken naar de reference card, de Founders Edition, die draait op 1710. Dat is dus die overclock die erin zit. 8704 CUDA cores. Memory clock speed van 19.000 MHz. Kijken we naar de grootte van de VRAM die erin zit. Dat is 10 GB van GDDR6X VRAM geheugen. Belangrijk om te weten dus. En hij is natuurlijk uiteraard volledig geschikt voor DirectX 12 Ultimate. Ik ga hem weer in deze PC zetten, jongens. Ik moest nog heel even wat kabels anders leggen en routen in deze PC. Omdat ik, wat ik al zei, ik ben ongeduldig. Ik prik meteen die kaart erin. En omdat die dus niet verticaal gemonteerd kon worden, moet ik de stroomkabels even wat anders laten lopen. Nog wel een ander ding. Ik heb daar last van. Niet iedereen zal daar last van hebben. Maar dit is een grote kaart. Dit is ook een zware kaart. Ik heb gemerkt dat die in mijn systeem iets afzakt. Ik ga dus de stroomkabels al wat anders leggen.
Die hingen eraan wat dat betreft. Dat zal misschien ook bij hebben gedragen aan dat feit. Maar je zou hier dus ook nog een versteviging voor in kunnen zetten op je, in je desktop. Dat is misschien de overweging waard. Want wanneer een kaart iets afgezakt zit, het is niet alleen minder mooi natuurlijk. Maar je loopt ook het risico dat je je PCI-slot van je moederbord afbreekt. En dat is natuurlijk iets wat niemand wil. Want dan kan je gelijk een heel nieuw moederbord gaan kopen. En je wil al helemaal niet dat dat gebeurt terwijl het systeem nog aanstaat. Dat is misschien iets om in overweging te nemen dus. Dit was de Gigabyte RTX 3080 Gaming OC. Mocht je nog vragen hebben, drop ze dan alsjeblieft hieronder ook in de comments. Dan zal ik die zo waar mogelijk voor jullie beantwoorden. En voor nu wil ik jullie bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Later!